Goedemiddag. In de haven van Moerdijk is een explosie geweest bij afvalverwerker Van Ganzenwinkel. Een vat met daarin een bestrijdingsmiddel ontplofte. Dat gebeurde vanochtend rond 9:30. Het vat explodeerde in het gezicht van een medewerker. Het slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. In eerste instantie werd gemeld dat er bij de explosie ook brand zou zijn ontstaan, maar dat bleek later niet te kloppen. En in Moerdijk is collega Stefan Stiphout. Ja, Steef, hoe is het daar op dit moment? Ja, de situatie op dit moment is vrij rustig. Dat was straks toen wij hier kwamen wel anders. De hele straat hier stond vol met brandweerauto's, politie, ambulances. Hiernaast mij ongeveer waar ik nu sta stond een traumahelikopter. Nou, die is gelukkig niet nodig geweest, want de medewerker waar het over ging is gelukkig met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Dat zou erop wijzen dat hij in ieder geval behandeld kon worden. Ik heb ook begrepen dat hij aanspreekbaar was na het ongeluk. Ja goed, en hier zaten ook alle medewerkers van Ganzenwinkel bij elkaar. Een beetje emotionele steun te geven. Een van hen zat ook met zijn hoofd in zijn handen, was aan het huilen. Die was er namelijk bij toen het ongeluk gebeurde. En die kon het beeld niet van zijn netvlies krijgen van hoe dat vat dan ontplofte. In het vat zat zakjes met poeder. En dat poeder betrof aluminiumfosfide. Dat is dan heel gevaarlijk, of? Dat is in die hoedanigheid niet gevaarlijk, maar heeft waarschijnlijk vermoedelijk, en er zal verder onderzoek uit moeten wijzen, een reactie aangaan met een andere stof. Oké, want anders ontploft zoiets niet. Anders inderdaad, zoals u het zegt, ontploft zoiets niet. Ja, dat zei de brandweer. Nu zie ik achter jou nog steeds een brandweerwagen staan. Is er dan nog steeds onderzoek bezig? Ja, ze zijn hier nog met van die soort chemische pakken aan. En van die grote gele pakken zijn ze hier naar binnen. Ze zijn aan het onderzoeken of die stof zich niet verspreid heeft door het pand. Want dat zou dan nog gevaarlijk kunnen zijn. En ja, hoe lang dat onderzoek nog gaat duren is nog niet bekend. Nu is er, Steef, vanavond uitgerekend een bijeenkomst over de leefbaarheid van het dorp Moerdijk. En dan gebeurt zoiets. Ja, dat kun je dan eigenlijk niet gebruiken. Hè? Ja, jullie weten het waarschijnlijk nog wel, er zijn een aantal onderzoeken geweest in het verleden waaruit bleek dat bijna de helft, of misschien wel de helft van het dorp, hè, Moerdijk, het niet erg zou vinden als het dorp opgedoekt zou worden. Dat is vooral om de uitbreiding van de haven ook mogelijk te maken. Maar goed, het was ook niet meer echt leefbaar. Vanavond is er een bijeenkomst waarin ze gaan kijken van, ja, hoe kunnen ze dat dorp dan leefbaar houden? Nou ja, daar kun je dan zo'n ongeluk eigenlijk niet zo goed bij gebruiken natuurlijk.